Broeders en zusters, het is de vooravond van de start van de vaste maand, de Ramadan. Een belangrijke periode voor ons allemaal. In het bijzonder zij die het islam beleden, onze moslimbroeders en zusters. De Ramadan is een van de 5 pijlers van de islam. Deze periode van vasten kan gezien worden als een spirituele reis van 1 maand waarbij het vasten en het gebed een zeer voorname plaats innemen. De Schepper biedt ons hiermee de gelegenheid om door het vasten voordelen te halen uit deze spirituele ervaring. Ramadan staat symbool voor reflectie en spiritualiteit. Ik geloof er heilig in dat Ramadan de mensen dichter bij elkaar brengt. Wat Ramadan ook heeft, is de solidariteit met de noodlijdende mens. Dit zijn allemaal zaken die in deze tijd van oorlog zeker van pas komen. De oorlog in Oekraïne raakt vele mensen en landen. Laten we ook uit deze periode kracht putten uit het geloof, om deze moeilijke periode het hoofd te kunnen bieden. Ook in ons land zijn er mensen die het heel moeilijk hebben. Denk aan de ontheemden door de recente wateroverlast in ons land. Laten we hen in deze periode van Ramadan ook gedenken. Maar ook de COVID-19-pandemie heeft vele slachtoffers gemaakt. Die moeten wij ook gedenken. De weg die we als regering zijn ingeslagen en die we samen zullen bewandelen, vereist solidariteit met elkaar om dit tot een succes te brengen. Laten we, broeders en zusters, in deze periode van Ramadan ons sterken in het geloof en zoals de Koran het voorschrijft, goede daden verrichten. Ramadan wordt beleden door zij die het islam als geloof hebben. Echter heeft het vasten ook invloed op niet-islamieten. Neemt u ook de niet-islamieten mee in uw gebeden en handelingen. Zij die niet vasten, geef onze moslimbroeders en zusters die wel vasten, wel alle ruimte op het werk en elders, dat zij ongestoord kunnen vasten en in gebed gaan. Het zal zeer positief effect hebben. En zodoende heeft u ook het verrichten van goede daden, zoals de Koran voorschrijft, ter hand genomen. Uw goede daden hebben dan zeer positieve gevolgen teweeggebracht. Ik ben ervan overtuigd dat het vasten zal leiden tot meer geluk en succes en mogen alle wensen in vervulling gaan. Laten we elke dag bidden. De kracht van het gebed kan ons helpen in deze moeilijke tijd. Laten we de zegeningen van de Schepper afsmeken om het land Suriname te redden. Mogen deze heilige maand overvloed aan vriendelijkheid, harmonie en mededogen met zich meebrengen. Volk van Suriname, ik wens u allen een gezegende Ramadan toe. Ramadan Mubarak.